Pak hem! Lekker! Lekker pikminnetjes! Hoppakee, zo doen we dit. Maar we hebben de Interstellar Radio gevonden. Welkom bij de tweede Pikmin 4 video. We moeten een karakter maken. Nou mensen, dit is het geworden. Dit ben ik. Allemachtig, wat prachtig. Let's go! Wel leuk dat je nu je eigen karakter kan maken voor deze game. Dat vind ik tof. Oh, wacht even. Niet alleen mijn lot, maar ook het lot van het reddingsteam. Lach in handen. Van meneer Rick en Tjoentjer. Let's go. Knal even die duimpjes omhoog voor deze serie. Ik hou van Pikmin 4. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Pikmin en Metroid zijn een beetje underrated series, denk ik. Iets minder bekend dan de bekendste, maar zijn allebei hele leuke game series. Ik ga er weer van genieten. Ik heb hier zoveel zin in. Hé, kijk, daar in de verte, daar is ook een hondje. En kapitein Olimar, die had dus een blauw hondje. Dat heb je ook kunnen zien in de vorige video, in aflevering 1. Hallo. Oh nee, deze is echt super, super cute. Hallo, Mattie. We zijn ook gewoon nu al gelijk Matties. Hij ziet mij, hij denkt, oh, jij bent mijn moeder. Of mijn vader. Dit is Ochin. Een trouwe jonge reddingshond uit een lange lijn van ruimtehonden in dienst van de familie Shepherd. En dit is zijn eerste missie. Ah ja, wat leuk. Oh, kijk, we hebben gewoon het eerste lid al gelijk gevonden. Oh, hij was ook onderdeel van het reddingsteam. Oh, oké. Let's go, Ochin. Kan je even deze wortel uit de grond trekken voor mij? Oh, daarachter is ook al iemand, joh. Hallo? Ja, die moeten we even gaan reviven. Oké, ik kan fluiten. En dan? Oh, dan kan ik hem erop afsturen. Daar, let's go. Ja, lekker. Pak die wortel. Pak hem, goed bezig. Goed zo. Ja, nice. Alle aarde is verwijderd. Let's go, Ochin. Kijk, hier ligt iemand. Hallo? Hallo, leeft u nog? Ja, kijk, hij doet zijn ogen open. Kijk, dat is altijd een goed teken, hè? Waarom ben jij dat, Ochin? Yay! Jazeker wel. Sterren zei dank. Ik wist niet zeker of mijn noodsignaal het hoofdkwartier had bereikt. Kom jij en Ochin me redden? Samen? Het verbaast me dat hij naar je luistert. Ik dacht dat Ochin alleen commandos van de kapitein opvolgde. Ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Colin, de communicatie-expert van het reddingsteam. Hallo Colin. Hij doet ook reparaties blijkbaar. Nou, dat is handig dat we hem als eerste vinden. What up, Colin? Hoppakee, nummertje 2. Mijn pad is afgesneden door een aardverschuiving en toen de honger ondraaglijk werd, ben ik gaan slapen om mijn krachten te sparen. Ben jij onze nieuwste recruit? Rick Chu? Ik ben je enorm dankbaar dat je me komt redden. En zoals ik al zei, was ik degene die het noodsignaal verstuurde. Wat een ruwe landing. We zijn alle 6 van elkaar gescheiden tijdens de noodevacuatie. We wilden kapitein Olimar hier komen redden, maar ja, toen wachtte ons hetzelfde lot, potverdorie. Maar ons ruimteschip, de Shepherd, die is daar verderop neergestort. Misschien kunnen we een weg ernaartoe vinden. Dat lijkt me een goed plan. Oh, we krijgen nog een iPad. En hierin kunnen we de missies checken. Oké, let's go! Geen tijd te verliezen. Volgens mij zag ik hem daar al. Ja, kijk, hij was daar in de verte. De Shepherd! Toch heeft hij best een goede landing gehad als hij is neergestort, hoor. Dat ziet er best goed uit. De planten op deze planeet zijn gigantisch. Ja, wij zijn echt super klein. Controleer of de buurt veilig is met air. Hier zo bijvoorbeeld. Wat is dit? Er zit een groot gat in de grond. Als we erbij kunnen komen, kunnen we eindelijk weer naar de Shepherd. Oh ja, dat is daar. Ja, maar ik keek net de andere kant op. Deze muur is te hoog voor ons. Oké, misschien kunnen we hier een andere route zoeken. Oh, misschien kan jij hier wat doen, Shepherd. Kijk, Shepherd is lekker aan het graven. Graven is de specialiteit van de reddingshond. Nou, top. Lekker bezig. Wat ligt eronder dan? Hatsiflats, wat is dit? Oh, dit is de tunnel. Nou, laten we gewoon in een tunnel springen. Altijd een hele verstandige keuze als je verdwaald bent. Gewoon in het gat springen, dan komt het vast goed. Let's go! We gaan ook gewoon met z'n drieën. YOLO! Oh nee, pas op. Waar zijn we nou weer beland met z'n drieën? Volgens mij heeft Ochin wat gevonden. Ligt hier wat? Nee, helemaal niks. Deze kant op dan. Oh jee. Daar zijn vijanden. Daar is een van onze matties. Zuizend de staartsterren. Wat een plek om de kapitein te vinden. Oh, het is de kapitein ook nog. Wat zeg je? Ik weet niet wat je zegt, vriend. Oké, maar we weten natuurlijk dat we die potten kunnen breken. Tenminste, die andere hond kon dat. Kan deze hond dat ook? Ja, deze hond kan het ook. Kijk maar eens. Hoppakee. Kom er zo aan, denk ik hoor, kapitein. Of misschien kan hij ook wel deze vijanden kapot maken. Ja, kijk, we hebben geen eens Pikmin nodig, joh. Hij kan het gewoon zelf. Kom op, sprintje. Lekker. Oké, nog één te gaan. Oh, Otje, je kan hem ook gewoon zo met A erop afsturen. Dan gaat hij battelen. Oh joh, wat een... Deze hond is kapot sterk. Hallo, do. Ik denk dat ze Dadodo heet of zo. Pff, dit geluid. Hoe langer die hier naar luistert, hoe meliger je wordt. Oké, we gaan door. Kom maar naar beneden, Capitano. Ja. Hallo.
Komt u maar. Je hoeft niet te vallen. Dat was echt niet nodig. Hoe gaat het, Colin? Ben je gewond? Nee hoor. Gaat prima met ons. Herken je me nog van de training? Vraagt ze. Nee, maar maakt niet uit. Jij bent kapitein Shepard. Toen ze me tijdens de training zag, dacht ze al dat ik een hondentrainer kon worden. Vandaar dat Ortjen zo goed naar mij luistert. Kijk, hoppakee, nog 4 anderen te gaan. Shepard is in dit gat gevallen toen ze deze grot probeerde te verkennen. En dat ging helemaal fout. Zat allemaal beesten en oh nee, paniek. Laten we naar de Shepard gaan. Ja, inderdaad, hoog tijd. Nou, we gaan eens even verder kijken wat hier nog allemaal is in deze grot. Kunnen we hier naar boven? Ja, top. We zijn nog met z'n vieren, joh. Dit gaat super. Hard. Shepard zegt, ik herken dit gebied. Ja, hier kunnen we hopelijk weer eruit. Zo, ja, ik weet niet hoe, maar hopelijk zit er een magische straal waardoor we naar boven kunnen. Laten we dit even onderzoeken. Oh, kijk, oké, het is een ventilatiesysteem. En die blaast ons gewoon lekker naar boven. Oh, kijk, oké, we zijn weer op de oppervlakte, hoor. Oh, kijk, alsof we op de maan zijn geland, joh. Even een vlag erin steken. Colin zegt, we hebben een schipbreukeling gered en kunnen bevestigen dat er niemand anders in de grot is achtergebleven. Dan kunnen we de verkenning van deze grot beschouwen als voltooid. Oh, en dan komt er zeker zo'n vlaggetje bij te staan, zodat we dit niet nog een keer in hoeven. Maar daar is de Shepard, zegt de kapitein. Ja, inderdaad. Nou, joh. Maar we hebben nog niet iedereen gevonden. Kan jij al iets met deze bloem? Nee, nog niet, hè? Oké, nou dan gaan we gewoon door. Let's go. Ruimteschippie. Wacht, er komt hoor toch geen rook uit de Shepard te komen. Colin, let's go. Jij bent de reparateur. Kan jij het schip even maken? Oh ja, het brandje is geblust zo te zien. Want de motor die was blijkbaar overhit. De energie die is uit het ruimteschip gezogen. En dit is blijkbaar belangrijk. Ik heb voorwerpen op deze planeet onderzocht. En ze bevatten sprankelium. Oftewel, we kunnen sprankelium winnen uit zeldzame sprankelende voorwerpen. En dat omzetten in energie. En als we die dingen kunnen vinden en gebruiken. Dan kunnen we met die schatten de Shepard weer opstarten. We moeten even naar deze Beagle toe. Ja, potver, die is ook helemaal ver verdwenen. Wat is dit nou? Nou, dit zijn plekken waar je al dingen neer kan zetten, denk ik. Oh, kijk, hoppakee, daar is de Beagle al. Nou, dat is handig. Geen idee hoe ze dit gedaan hebben, maar top. Oké, hier is wat sprankelend. Een vurk. Maar ja, nu moeten we hem nog proberen te verplaatsen. Misschien kan Ortjen dat. Ik kan hem in ieder geval even uitgraven. Lekker, goed gedaan. Oh, kijk, ja, Ortjen die kan het zelf ook lekker wegbrengen. Ortjen telt voor 3 Pikmin zo te zien. Lekker bezig, Ortjen. En hoppakee, die wordt dan geabsorbeerd door de Beagle. Dan hebben we die eerste schat al binnen. Hoeveel glimstermateriaal hebben we nodig? 300 en we hebben nu 50. Oké. Hey. Hier gaan we de eerste Pikmin vinden, denk ik. Erop af, Ortjen. Uitgraven die handel. Oh, of is het een... Ja... Of is het een appel met een bloem? Nee, ik denk dat dit echt de rode pikminnetjes gaat opleveren. Althans, dat hoop ik. Kijk, zie je? Het beweegt. Ja. Wat ziek idee. Daar gaan we. De ui, zoals we hem noemen. Yay! Oh, het is 1 pikminnetje. Onderzoeksteam heeft geen idee wat dit allemaal is. Laten we het plantje uit de grond trekken. En dan hebben we onze eerste rode pikmin. What up? Hallo! Hallo, maatje. Colin denkt dat dit een Pikmin is. Volgens Olimar's logboeken zijn het vriendelijke, behulpzame wezentjes. Kijk, ze worden ook vrienden met het hondje. Of, nou, ja... Ja hoor, kijk ze lekker rondrennen. Kijk, en nu kunnen we dus meer Pikmin fixen. Want die kunnen we dan daarbovenop gooien. Kijk, en dan worden ze naar de ui gebracht en dan komen er meer Pikmin uit. Dat is super handig. There we go. Lekker. Oh, kijk, er komen gelijk 2 uit. Nice. Hier nog eentje. En hier 1. Daarachter staan er ook nog 2. Heel nice. Zo, hot, ziek idee. Hier nog 1. We gaan natuurlijk zoveel mogelijk pikminnetjes gelijk meenemen. Zo, hebben we er gelijk 10 gefixt. Zouden we er nog meer kunnen fixen, zo te zien? Ja joh, doe maar. Hier, kunnen we deze bel bijvoorbeeld pakken? Ja, daar hebben we er 5 voor nodig. Of meer. Als we er nog meer op gooien, dan gaat het gewoon sneller. Dus dat is ook altijd wel handig. Hi, ha, ho, he. Kijk, daar komen ze al aangelopen met die bel. We hebben een nieuwe schat geborgen. En we hebben nu 150 glinsterende materiaaltjes. Dus we moeten nu nog 150. En dan kunnen we gaan vliegen. Kijk, hier bijvoorbeeld. Oh, hier moet ik een hondensprint tegenaan doen. Dan valt hij er waarschijnlijk vanaf. Oh, oh. Pas op je hoofd. Pas op je hoofd. Kijk, nou, ga er nou niet onder staan. Oh, kijk, het is een... het is een Nintendo 3DS of een Nintendo Game Boy Advance SP. Jeetje. Zo lang geleden dat ik niet meer op de naam kon komen. Let's go! Breng hem maar naar de Beagle. En ook die wordt opgenomen in de Beagle. En ik denk dat we nu dan compleet zijn. Dat we nu die 300 hebben. Haha! Jullie zijn een fantastisch team, Rikachu en Ortjen. Nou, dankjewel, Shepard. Maar even...
Tot de orde van de dag hebben we nu genoeg glinstermateriaal. Colin gaat het even regelen, zo te zien. Inmiddels is het al nacht en de energie zal uit de schat te worden onttrokken en direct in de Shepard stromen. De Game Boy Advance SP. Ja, daar hebben we de fietsbel. En we hadden natuurlijk de soort van vork, prikker ding. Yeah. Oh ja, ja, kijk. Oh, dit ziet er heel goed uit. Ja hoor. Of... Nou. Ja, het lukt. Lekker Colin. Denk ik. Ja, hij is weer opgestart. Heel nice. We kunnen de Shepard weer opstarten. Dankzij het Spranklium uit de schatten. Oh, we kunnen alleen nog niet wegvliegen. Maar we kunnen wel de radar gebruiken om onze vermiste collega's te zoeken. Nice, dus dan kunnen we kijken waar we nu naartoe moeten. Ik ontvang meerdere noodsignalen. Die kunnen van onze reddingsteamleden zijn. Of misschien zelfs van kapitein Olimar. En dit zijn de resultaten van dag 1. We hebben Colin en Shepard gered. We hebben 3 voorwerpen gevonden. En nu is het tijd voor dag 2. En deze gaan we natuurlijk spelen in de volgende video. Want in Pikmin serie doen we altijd dag voor dag. En iedere video is 1 dag. We hebben nu dag 1 gehad. Dus de volgende video wordt dag 2. Knal duimpjes omhoog. Abonneer als je van Nintendo houdt, want dan moet je op dit kanaal zijn. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!